en ze kan nog jaren stabiel blijven. Maar ik wilde u dat niet onthouden. Ze spreekt er nooit over? Nee. Kan zijn dat ik ooit bij de weg moet, maar één ding is zeker. Het zal niet zijn om te trouwen. Ik geloof niet dat ik een kerel ben om te trouwen. En jij ook niet, Jacob. Er brak een periode van rust aan. Als een stilte voor de storm. Ik had nog steeds schuld. Maar gedurende 2 jaar vernam ik niks meer van Dreverhaven. Ik hoorde dat zijn zaken minder goed gingen. En er waren geruchten over drankmisbruik en vechtpartijen. Maar één ding staat vast. Op een regenachtige middag in maart nam Dreverhaven een besluit. Wanneer is de trouwdag, Joba? Wanneer trouwen wij, Joba? Waarom laat jij onze jongen niet met rust? Die jongen, die wurg ik voor 19e en die 1/10e die ik hem laat, zal hem sterk maken. Ik zal nooit met jou trouwen, maar je mag gerust weten dat er voor mij nooit een ander is geweest. Misschien knijp ik hem die 1/10e ook nog wel uit zijn strot. Uw huur wordt opgezegd. U heeft 3 dagen tijd om te ontruimen. De huur is opgezegd! U heeft 3 dagen! U heeft 3 dagen de tijd om te ontruimen! Ontruiming vanmorgen. Ik bel de politie. Morgenochtend, om 8 uur, wordt er ontruimd. In naam der wet.
Kom mee. We gaan naar huis. Kom. Ja, mensen, wees verstandig. Gaat u op huis aan. Gaat u nu rustig op huis aan. Wees u verstandig. Gaat u nu rustig op huis aan. Geveraven liet al zijn vloeren openbreken voor een lift, die hij nooit zou laten installeren. Hij had zijn woede gekoeld op zijn huurders en niet op mij. Maar naarmate hij me langer met rust liet, begon hij steeds vaker door mijn hoofd te spoken. Maar het eerste scheepje slag, dat was een toestand hoor. Dat schip moest diezelfde middag nog aan de ketting. Dus wij als de sodemieter op zoek naar een deurwaarder. En toen we Dreeuwenhaven eindelijk te pakken hadden, was het schip al uitgevaren. Nou, wij in een sloep erachteraan. En na een kwartier zien we het zo recht voor ons de rivier opsteken. Nou, het schip had toen nauwelijks vaart. Dreeuwenhaven laat de sloep naar de punt van de boeg sturen en... drie keer raden wat hij toen deed. Hij sprong. Hij sprong in het water. Ja, ja, maar hoe weet u dat? Ik heb dit verhaal natuurlijk al 100 keer verteld. Maar inderdaad, hij sprong zomaar pats, boem, het water in. En iedereen roepen, man overboord. En fijn, wij waren intussen met ons bootje aan de andere kant van de boeg terechtgekomen. Dus hij kon er niets anders doen dan Dreeuwenhaven aan boord hijsen. Toen hij zijn deurwaardespenning aan de kapitein liet zien, toen was de race snel gereden. Ja, die kerel had moed, zeg. Dreeuwenhaven. Had hij moed of was hij levensmoe? Levensmoe? Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Die kerel was nergens bang voor. Iemand die levensmoe is, kent misschien geen angst, maar is niet moedig. Die is onverschillig en die onverschilligheid maakt hem gevaarlijk. Gevaarlijk, gevaarlijk, zeg. Kom nou. Als Dreeuwenhaven dat schip niet aan de ketting had gekregen, hadden we hier misschien niet met z'n allen gezeten. Jacob. Ik ga het kantoor verlaten. Ik heb gesolliciteerd naar een post in het buitenland. Wanneer? Over 4 weken. En ik zit vlak voor mijn afstuderen. Dat komt wel goed. Oh. Ik wou dat ik mee kon. Nee. Jij hebt nog wat te doen. Pas je op. Een maand later vertrok de Gankelaar naar Nieuw-Guinea. Hij was al die tijd mijn mentor geweest. En ik zijn beschermeling. Ik zou hem missen. Tot ziens. Nu hij het kantoor verlaten had, besloot ik het behalen van mijn kandidaatsdiploma thuis te vieren. Bij moeder en Jan Maan.